allemaal en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Simon Remus. Ik moet wat stilletjes praten om van mijn vriendinnetje ligt hier te slapen. Maar we gaan toch wel wat pimpompet spelen. Met de letter W. Iets dat je in de zomer nodig hebt met de letter W. Ik weet al eentje. Iets dat je in de winter nodig hebt met de letter W. Ik weet ook alweer al eentje. Voilà. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Diem de Remus. Jawel, ik heb hier de vlog in elkaar gestoken. Deze heeft nu nog 2 uur en 1 minuut nodig. Ik ben er normaal pas mee begonnen. Je ziet maar 2 minuten. De Q&A staat ook al in de upload. Ja, en nu ga ik mee klaarmaken. Want zelfs om 15:15 na stipt is mijn vader hier om mij te brengen naar mijn weg toe. Omdat vanaf mijn wagen nog altijd stuk is. Voilà. En nu ga ik ook nog even een kleine verrassing maken voor mijn vriendin die hier is blijven slapen. Hallo kijkers en jawel, welkom op deze fragment waar ik nu ben aangekomen. Ik ben mij hier aan het proberen te stationeren. Ik heb een paar dingen geüpdate, ook op mijn YouTube kanaal. Zo gaan jullie dus thumbnails, dus als jullie het mooi vinden, gaat er zo wat meer thumbnails gemaakt worden. Dus daar ben ik nu ook in actie geschoten. Goed te kijken als er wat meer kliks daarop komen, ja of nee. Ik weet het dus totaal niet. Ik zit nu ook op mijn badkamer. Sabiet ga ik even naar Bea haar thuis toe om haar medicatie gaan te halen. En dan blijft ze hier weer al eens een nachtje om haar slapen. Ja! Ja. Dus, en dan zijn we weer al een dagje weer al dichterbij vrijdag. Vrijdag gaat mijn wagen dan ook weer op binnen voor de herstel. Ik heb nu ook een mooie cadeauke nog gedaan naar mijn vader toe. Dus ik hoop dat mijn vader daar ook heel content mee gaat zijn. Noem maar op. Ik ga even iets wegzetten naar mensen. Voilà, ik heb het weggezet. Dat moet gewoon op mijn kamer gezet worden. Auw, stoot ik mijn hand tegen de muur. Dat is toch ook niet goed. Nee, dus laat het ook alsjeblieft in de reacties weten. Want die idee is mij sinds heel kort opgekomen. Noem maar op, omwille van dat er iemand bij de vorige Q&A zo'n thumbnail heeft gemaakt. Daar ben ik nog hem of haar. Nee, dat is een hem. Ben ik nog hem nog altijd 1000% dankbaar voor. Echt waar, dankjewel, 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 Bruce. En ja, nu ben ik zo wat zelf aan het experimenteren met vlogs en al. Maar ik heb jullie hulp ook nodig. Jullie denken van, waarom heeft Psycho ons hulp nodig? Ah, wel. Voor den deze. Ik ga jullie een klein beetje hoger zetten. Voilà. Den deze. Dat is gewoon om... ik heb jullie nodig om wat voor... Ik wou juist iets zeggen, maar ik ben het even vergeten. Even terugdenken. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ik heb jullie... Want ik heb jullie nodig. Kijkers. Maar ik weet niet meer juist voor wat. Fuck. Ja, voor te kijken natuurlijk ook. Ja, natuurlijk. Ja, 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 ja. Ah ja, dat was het. Dus als ik bijvoorbeeld mijn eigen wilt uitknippen, alleen mij, dus dat de achtergrond er niet bij is, dat je mij eigenlijk zo om een thumbnail of zo ziet staan, dat dan de achtergrond er wordt uitgeknipt, dat ik er dan hier langs mij dan zo wat teksten en al kan plaatsen en al. Maar hoe noemt zo een programma voor u volledig zelf zo eruit te knippen? Geen AUB, geen Adobe Photoshop, alstublieft. Dat heb ik al geprobeerd en dat lukt me niet goed. Bestaan er nog gemakkelijkere programma's ervoor? Zo ja, laat het mij alstublieft
iets weten. Dankjewel, 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 dankjewel. Want, ik ga sowieso zeggen, ik wil dus ja, mijn kanaal nog wat beter aankleden. Dus dat bijvoorbeeld ook dat de thumbnails er eindelijk aan komen na 1700 vlogs. Komen er eindelijk thumbnails. Yay! Maar dan deze gaat dat leren. Ik sta tegenwoordig open om veel dingen aan te leren. Zo wil ik ook bijvoorbeeld als er eens iemand wat langskomen of zo voor video's in elkaar te steken. Maar dan ook beter dan nu. Mogen jullie ook zich aanmelden op info@cycletv.be. Ik kijk de mail dagelijks na. Echt waar, ik kijk mijn mail dagelijks na. Als er leuke mails intussen zitten waar ik mee verder kan mee onderhandelen of zo, dan doe ik dat ook. Maar je kunt mij ook nog contacteren op een andere weg, dat is ook via Discord. www.psychotv.be, daar vind je een 2 Discord linken. Maar pak die van de PsychoTV, kom daar dan op. PM mij dan daar even, mijn nickname daar op de Discord server is PsychoTV. Voilà, PM mij dan heel eventjes. En dan gaan we ook weer al verder zien van hoe kunnen we de samenwerking goed uitbouwen. En ja, dat je mij dingen kunt aankomen leren. Maar je moet ook wel denken, als je naar hier komt om mij dat ook aan te leren, ik ga ook wat beelden dan ook opnemen. Ook weer voor in mijn vlog dan te steken van kijk, die gast of die gastin, als het vrouwelijk is, of een X, dan wordt er ook gefilmd en dan voor dat ook in, dan in mijn vlog te steken voor te kijken, voor te zeggen van kijk, die persoon is mij ook heel goed aan het helpen op die vlak. Voilà. Maar ja, dus zo mensen heb ik nog niet gevonden. Dus mijn zoektocht gaat grandioos verder. Ook voor jou, Exo. Dus ik ga ook even jouw nickname er bij toevoegen. Jij niet, boef. Sorry. Waarom jij niet, boef? Jij woont iets te ver van bij mij thuis. Exo woont iets dichter, dacht ik. Maar als er nog iemand anders er is. Dus Exo, mail mij ook alsjeblieft. Dus even een mailje sturen of PM mij even op Discord. Dan gaan we dus ook eens de gooiers rond de tafel zitten of hoe we ook de werking ook kunnen verder zetten. Maar jij moet dan ook wel de stap durven te zetten om mij dan eens even een PM te sturen of een e-mail te sturen. Ik ben momenteel even niet bereikbaar via Messenger of WhatsApp. En jullie denken nu van, what the fuck, waarom niet Messenger of WhatsApp? Ja. En nu moest hij in één keer terugwerken, hè mensen. Nu moest hij in één keer terugwerken. Dus je ziet, het werkt niet. Het werkt gewoon niet meer. Ik heb al van allerlei dingen geprobeerd voor die terug in gang te zetten. Mislukt dus, deze gaat terug naar een pc-winkel. Of als Line Gaming Solutions of een andere computerwinkel even naar mij zit te kijken. En zeg van, ik wil jou wel uit de nood helpen dat de gsm terug beeld geeft. Want die heeft altijd beeld gegeven. Altijd, altijd, altijd. En nu in één keer niet meer. En ik weet ook niet hoe het komt. Dan gaan we daar eens kunnen we daar ook eens rond de tafel mee zitten. En kijken hoe we dat ook kunnen gaan herstellen. Valessa, mensen, ik ga jullie nu laten. Ik ga even naar haar thuis toe, naar mijn vriendinnetje thuis toe. En dan gaan we nog zien wat we gaan doen. Misschien nog wat Rummikub, familie kijken. Ik heb ook vandaag heel hard heb ik ook gewerkt op mijn werk. In Globergem, jawel. Yay! Wat heb ik daar dan vandaag gedaan? Ik heb het plastic rond de palet uitgedaan. Ik heb de dozen opengesneden.
Ik heb de bussen uit die doos gehaald. Dat zijn vier bussen in die doos van 5 liter. Daar trek ik de sticker dan vanaf. Dan gaat dat door naar mijn volgende collega die het bestickerd had. Ofwel stond ik dan daar ook eens een keer. Dan besticker ik die bus. Zowel de gewone stickers als de booklet stickers. Dan heb ik ook eens... ik mag geen fouten maken. Heb ik ook de rollen vervangen op de machines en al. Noem maar op. Wat heb ik dan ook nog gedaan? Dat is de bussen terug van de band halen. Die in de doos gestoken. Door de plekrol duwen. Dan deed een andere collega dan ook wat stapelen. Maar meestal als je aan de plakrol staat, moet je zelf ook stapelen. Dus dat heb ik dan ook weer gedaan. Dus vandaag hebben we in totaal, al wel, ik ben mijn team, echt waar, de Globagem team, echt heel dankbaar daarvoor. Dat jullie er eigenlijk wel allemaal er zijn en dat jullie elke dag ervoor gaan in die bedrijf. Ook een leuke sfeer maken. Daar was ambiance, noem maar op. Maar mensen, jawel, er werd ook gewerkt. Er werd ook gewoon gewerkt, mensen. Jawel. Voilà. Bij deze ga ik het... ga ik de vlog wel ook al wat circus ervan beëindigen. Want jullie weten sowieso... Door de week, behalve maandags, die opnamedag. De andere dagen zijn zo de kortere vlogs. Maar maandags neem ik ook de Q&A op. Dus we gaan nu spreken over de Q&A. Dus, ik ga even mij nog eens in beeld brengen. Dus ja, want die beeld springt altijd uit na 2 minuten. Dus de Q&A. De Q&A probeer ik ook altijd maandags ook op te nemen. Nu hebben jullie gezien van die is pas woensdags online gekomen. Ja, omhoog van mijn 2024, ik ga het echt zeggen, is niet goed begonnen. Dat geef ik ook eerlijk toe, dat is niet goed begonnen. Ook niet met Cycle TV. Problemen met het renderen. Dus dat ik daar eens keer errors kreeg. Daarna, het renderen duurt langer dan vroeger. Omdat dat ik ook met 4K beelden aan het renderen ben. En niet meer op HD niveau. Maar echt op 4K. Dan. Was er dan nog tegengeslagen? Ja, dus nu. Mijn GSM die niet meer werkt. Mijn auto die moeilijk doet. Die wordt... Vrijdag hersteld, gaat de garage binnen. Dan was er dan nog gebeurd. Op oud opnieuw. Jullie weten ook dat het dan ook heel hard heeft gewaaid. En er zijn stukken uit mijn muur gewaaid van de gibrok. Jee, duimpje omhoog van de wind. Voor de wind, hè. Voor de wind dat die zo sterk is, hè. Voilà. Voor de rest, dan is er ook nog een vlog moeilijk online geraakt. Mijn podcast van vorige week is mislukt. Want er is totaal geen podcast gemaakt. Dat er nog die feestdagen en al nog rondom zaten. Nu zitten we terug in een normale week. Normaal gezien ga ik stondendags doe ik de podcast. Dus dat ga ik ook nog proberen in acht te nemen. Met wie ga ik de podcast doen, weet ik niet. Dus daar moet nog altijd ook nog gemaild worden. info@cyclotv.be. Als niemand zich aanmeldt voor met mij samen een podcast om jou beter te leren kennen, dus jij kijker. En mij dan ook dan via die weg ook dan nog probeert beter te leren kennen. Als er aan jouw kant dan geen reactie komt, als je wat meedoet met de podcast, dan kan ik ook geen podcast in elkaar steken. Dus voelt je je geroepen om te zeggen van, ik wil er wel aan meedoen met de podcast. Een podcast, moet je denken, dat gaat tussen een half uur en een uur zijn. Leuke gesprekken over hobby's.
wat je doet in je dagelijkse leven, noem maar op, noem maar op. En dan gaan we bijvoorbeeld ook over je hobby hebben. En dan bijvoorbeeld als ik dan ook wat beelden, bijvoorbeeld als je ook beelden dan ook bij hebt, en die moeten dan ook vertoond worden in die podcast, dan zeg je die ook in mijn podcast. Voilà, ik probeer daar een heel mooi programma van te maken. Maar, er is ook een hele grote maar, dan, ik ben al gemotiveerd om het te doen. Ik ben er echt gemotiveerd voor te doen. Maar nu is het ook dan aan jullie om eens even een mailje te sturen naar info@cyclotv.be om dan u aan te melden voor de podcast. Dan krijg je ook alle gegevens, dus waar ik woon, welke dag dat we het dan kunnen gaan opnemen, wanneer dat dan ook online gaat komen. Voilà. Dat is een hele kleine bespreking. Dus noods zet ik ook mijn gsm-nummer even in die mail. En dan kun je mij ook even contacteren. En dan zo kunnen we dan in contact komen samen aan de telefoon. Voor nog beter dan in contact te komen. En nog beter om af te spreken voor de podcast in elkaar te steken. Voilà. Dat was nu over de podcast. Dus ik heb wel over redelijke veel dingen gehad. Over de Q&A, over de podcast. Over dat Psycho TV 2024 niet goed gestart is. Noem maar op. Ik hoop echt dat jullie dit hebben uitgekeken. En dat er wat ideeën zijn ook losgekomen. Om bijvoorbeeld, oh ja, ik wil wel naar de podcast gaan van Psycho. Dus ja, mijn naam is altijd Dimitri Remus, dus oftewel spreek je mee aan als Psycho. Of als Dimitri Remus, of Timmy, noem maar op. Dat mogen we allemaal doen. En dan regelen we dat wel allemaal. Maar ja, nu ga ik wel de vlog even afronden. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken, dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Ik zeg niet vaarwel, maar wel tot morgen allemaal. Tot morgen. Yo, 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 yo.